Het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal heeft het beleid rondom inburgering aangepast. Hierdoor is er meer ondersteuning mogelijk voor diegenen die inburgeren. Het gaat nu nog om een voorstel. We hebben een nieuw voorstel in de maak waarmee we mensen die inburgeren goed willen ondersteunen bij het meedoen in onze samenleving. Denk dan bijvoorbeeld aan het kunnen volgen van taallessen waarvoor ze een fiets krijgen zodat ze naar die taalles toe kunnen. Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding van het openbaar vervoer zodat ze daar bijvoorbeeld de Hogeschool van Arnhem kunnen Waar ze onderwijs kunnen krijgen, waarmee ze hun baankansen kunnen vergroten. En dan de vergoeding voor een laptop, zodat ze naar de eisen van deze tijd ook echt daadwerkelijk onderwijs kunnen volgen. Was het hard nodig dat deze wijzigingen er kwamen? Ja, we zien het als heel belangrijk dat inburgeraars zo snel mogelijk meedoen in onze VNL-samenleving. Daarvoor moet je de taal leren, de samenleving leren kennen en ook daadwerkelijk zo snel mogelijk aan het werk. Dat is de beste manier om ook echt te integreren. En om dat ook in de praktijk mogelijk te maken, willen we deze extra voorzieningen aanbieden. Dus verbetering van het beleid. Jazeker. En we hebben een eigen lokale cliëntenraad. Die denken met ons mee over de uitvoering van het beleid. En die gaan we nu ook om advies vragen, zodat ze ook zij meedenken hoe we mensen in de praktijk nog veel beter en veel sneller kunnen laten inburgeren. Dit geldt voor drie gemeentes, heb ik begrepen. Ja, wij doen in goede samenwerking alle zaken die te maken hebben met bijstand, minimabeleid, inburgering, dat soort dingen. Met renen en Zwoude. Dus ook samen met die twee gemeenten willen we dit beleid gaan vormgeven.